De rappe sluiting komt onverwachts. Jeder wat rekken houden met een einddatum in 2017. Maar neffens koepelorganisatie Noorderbreedte is dat net langer helder. Sluiting is onontkoombaar omdat als hier nog minder bewoners zijn dan er nu zijn, we niet meer die kwaliteit kunnen bieden die nodig is voor de verpleeghuiszorg en de intramurale zorg die wij hier bieden. De gemeente Frentsche ter Adiel is het net niet eens met de sluiting en wel mogelijk een skeerklem in tjenje. Letting hoopt dat het net zo vier komt. Nou, ik snap dat de gemeente verrast is, net zo goed dat wij verrast waren door de ontwikkelingen. Ik constateer samen met de wethouder en samen met de bestuurder van de woningstichting dat we nog steeds met elkaar een samenwerkingsovereenkomst hebben. En dat we kijken hoe we die zo goed mogelijk gaan invullen. En het is beter om te spreken van waar gaan we nu met Semarum naartoe en hoe kunnen we hier de leefbaarheid zo goed mogelijk bevorderen dan te spreken over schadeclaims.